De regering van Suriname kan rekenen op internationale ondersteuning bij de aanpak van diverse vraagstukken, waaronder overstromingen. Dit zei openbare werken minister Riyad Noor Mohamed vandaag voor aanvang van de ministerraadsvergadering. Diverse gebieden in Suriname, met name in het achterland, zijn de afgelopen dagen getroffen door extreem wateroverlast. Deze kwestie geniet volgens de bewindsman de nodige aandacht van de regering en haar internationale partners. Alleen met de belastinggelden lossen we de problemen niet op. Dus we hebben internationale steun nodig. Internationale ontwikkelingssteun, dat kan via banken komen. Het kan via andere mogelijkheden komen om dit soort problemen versneld op te lossen. Dat is wat ik ook wil doen dit jaar. Kijken welke projecten kunnen we versneld laten uitvoeren. En we hebben toezeggingen gehad. Ik heb toezeggingen van het ministerie van Barwijk gehad, van de Wereldbank, van de IDB, concreet. Om te kijken hoe ze ons kunnen helpen uit deze impasse. De bewindsman geeft verder aan op de hoogte te zijn van de huidige wateroverlastsituatie in diverse gebieden van ons land. Het overtollig water heeft naast de randdistricten ook enorm veel invloed op de wegen in Paramaribo. Noor Mohamed benadrukt dat de overheid niet over enorme bedragen beschikt om alle uitdagingen in één keer te overbruggen, maar het ministerie van Openbare Werken werkt vrijwel dagelijks aan het verbeteren en het begaanbaar houden van de wegen. Ja, dus die wegverzakking gaan we voorlopig met lap- en plakwerk moeten doen. Dat was vroeger ook het recept. Dat is nu ook het recept. En er zal een tijd aanbreken wanneer op de begroting genoeg middelen zijn dat een keer de wegen weer een mooie laag kunnen hebben. Maar ik ga alleen kunnen ingrijpen op dit moment in hoofdwegen. Ik probeer die hoofdwegen waar veel mensen gebruik van maken, om die minstens te garanderen. Dat is voor dit jaar hetzelfde, want ik kan geen geld toveren. En volgend jaar hoop ik dat er wat ademruimte komt om wat meer uitvalswegen die naar de stad toe gaan te helpen. Maar de kuilen, die gaten, die gaan we met lap- en plakwerk voorlopig moeten doen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft eerder aangegeven dat er een brug komt van Suriname naar Guyana. Het staatshoofd heeft daarbij aangegeven dat er een design, finance, build, operate en maintenance principe, CQ-methode, wordt gehanteerd om te komen tot een concreet pakket voor het bouwen van de brug. Noor Mohamed is voor aanvang van de RVM eveneens ingegaan op deze kwestie. Volgens de bewindsman worden de onderhandelingen met zijn Guyanese collega op een constructieve wijze voortgezet. Wij hebben ready de gunning voor het onderzoek en we hebben ready de aanbesteding voor het bouwen van de brug. Laat me zo zeggen dat als je gewoon een billig termijn acceptabel voor grote werken. Kijk, het zal een complex werk zijn, dus ik schat in dat men tussen 3 en 5 maanden minimaal nodig heeft. Gemiddeld 6 maanden, want het is heel complex, nodig heeft om alles panklaar te krijgen. Alvorens je fysiek iets kan doen. Het is een heel complexe brug wat de quarantaine hier betreft. De doorvaart, de scheepvaart is belangrijk. En de fundering is ook belangrijk. We zitten in een gevoelig gebied. Dus daar wil ik heel goed onderzoek hebben van de ingenieurs.